van stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat en groet gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over mijn zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat ik ze heel goed ken. Helaas, helaas is Sint nooit thuis, al soms een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet. Sinterklaas! December krijg ik al een kleur. Ik weet dat me te wachten staat een schimmel voor de deur. Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met. Zeg maar, denk je al anders wat? Wie? Cadeautjes. Ja, nou, ja, ik was dan niet zo heel hebben gegeven. Ik dacht eigenlijk als Zwarte Piet. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan hier vandaag gaan we naar de voetballen. We gaan over de Haarlemmerstraat, we gaan naar de kinderfeestje. Gezellig muziek, die kindjes krijgen snoep onderweg. Nou, dan gaan we via de wagen lekker terug. En dan hebben wij een feestje. Alsjeblieft. Volgens mij spreek ik hier met Medium Piet. Klopt dat, Piet? En of je spreekt met Medium Piet. Oké, okay, wat zijn we aan het doen op het moment? We gaan een gezellige Piet-optocht doen. En met een knipoog als protest misschien wel een beetje. Oké. Okay. Iedereen loopt te zeiken van kaaspiet, stroopwafelpiet, klankpiet, stippeltjespiet. Denk ik, wij zijn chocoladepiet en dan gaan we blijven ook. Oké, okay, ja, en als je in Leiden natuurlijk themapieten zou maken, kom je al gauw in Hutspot en Haringen Wittebrood. Nou, dat ja. Ziet er toch niet uit. Nee, daar ga ik toch niet aan willen denken. Nee. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat we noemen het Zwarte Piet. Maar is het niet eigenlijk gewoon een bontarlijkheid? Nee, ja. Toch? Ja. En die gaat gewoon blijven. Zeker weten. Zo ja. Is dat. Hey, succes vanmiddag. Dankjewel. Oké, okay, doei. Doei.